Cees Juffermans, zelf ook oud shorttrekker geweest. Ja, dit moet voor jou ook erg mooi zijn, hè? Zo'n Europees kampioenschap in je eigen land. Ja, het is al waanzinnig dat we in eigen land een Europees kampioenschap hebben. Maar ook de manier hoe het hier neergezet met zoveel show, licht, geluid. Dat is natuurlijk waanzinnig om hierbij betrokken te mogen zijn. Ik ben hartstikke trots dat ik als oudrijder hier weer bij mag zijn. Maar ik vind het ook mooi dat we op deze manier de sport aan het grote publiek in Nederland kunnen tonen. Ja, nu is Heerenveen een beetje het mekka van het schaatsen. Kunnen we een beetje stellen dat Dordrecht een beetje het mekka begint te worden van het shorttrack? Nou ja, we hebben natuurlijk in 2012 hier een fantastische World Cup gehad. En dat is echt de opmaat geweest naar dit toernooi komend weekend. Ik durf wel te stellen dat zeker komend weekend is Dordrecht de hoofdstad van shorttrack, of de shorttrack hoofdstad van Nederland. En eigenlijk ook wel een beetje van Europa. Want het toernooi zoals het hier is neergezet, dat is echt nog nooit vertoond. Ja, en hoe zit het met de kaartverkoop? Volgens mij is het, zeker op de laatste finale dag, al helemaal uitverkocht. Nou, we hebben twee finale dagen, zaterdag en zondag, die zijn al 2 weken uitverkocht. Dat is waanzinnig, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Tijdens de voorrondes op vrijdag zijn er nog enkele kaarten te koop, maar ook daar is het al behoorlijk vol. Hoe verwacht je dat de Nederlanders het hier kunnen gaan doen? Ja, we hebben met Shinky Knecht, die haalde brons op de Olympische Spelen. Maar de mannen relay team is natuurlijk ook wereldkampioen. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Shinky Knecht kan hier echt Europees kampioen worden. Maar onderschat ook de andere mannen niet, want die zijn ook waanzinnig goed. Freek van der Wart is in 2013 al een keer Europees kampioen geworden. Ja, en op de relay verwacht ik ook dat we echt mee kunnen doen voor de hoogste plaatsen. Dus het wordt enorm spannend weekend. Maar shorttrack zit zo dicht bij elkaar, dat het natuurlijk het kan alle kanten op. En dat maakt het spelletje wel enorm mooi. Shinky Knecht moet dan wel afrekenen met 6-voudig Olympisch kampioen Victor Aan. Lijkt me niet zo heel erg makkelijk. Nee, absoluut niet. Dat is echt bij far de beste shorttrekker die er ooit is geweest. Maar onderschat Shinky niet. Beter dan Shinky hebben ze in Nederland in ieder geval nooit gehad, naar mijn mening. En ik verwacht dat als er één iemand is die de strijd aan kan gaan met Victor Aan, dan is Shinky het wel. Nu weten we dat Jorien Ter Mors Nederland toch een beetje op de kaart ook heeft gezet met het shorttrack. Zij is hier niet. Is dat tussen aanhalingstekens een aanlating? Nou, ik vind het hartstikke jammer voor ons, maar ook voor haarzelf dat ze niet aanwezig is. Want het is, ja, Jorien is een enorme topper. Haalt op de discipline waar ze eigenlijk niet eens eigen is, haalt ze 2 gouden plakken. Op de Spelen wordt ze 4, 5 en 6. Dus dit is een heel mooi moment geweest om die kater dan een beetje weg te spoelen. Maar goed, helaas, ze mist dit seizoen wegens overreaching of overtraindheid. En ik vind het voor haar heel erg vervelend dat ze er niet is. En natuurlijk, het Nederlands publiek wil haar ook heel erg graag op die shorttrackbaan zien rijden. Dus het is hartstikke jammer, maar het is hoe het is. En ik hoop dat Jorien er weer snel bij is. En dat we over 2 jaar, wanneer we een wereldkampioenschap in Ahoy gaan organiseren, dat nog groter zal worden dan hier, dat Jorien daar weer aanwezig is. Shorttrack is met name in de jaren 80 altijd heel erg, niet alleen populair geweest, maar toen was Nederland ook heel goed. Heb je het idee dat die gouden tijden weer een beetje terug aan het komen zijn met al het talent wat we de komende weken ook hier, of het komende weekend hier ook op de baan gaan zien? Nou zeker, in eind jaren 80 was Nederland inderdaad echt top. Hè? Toen was het ook een demonstratiesport en haalde Nederland heel veel plakken daar weg. En eigenlijk op het moment dat het dus echt Olympisch werd en andere landen zijn gaan investeren, is Nederland dat een beetje vergeten. En eigenlijk vanaf 2006 zijn ze echt die lijn weer op gaan pakken. En je ziet dat het een heel sterk beleid en de faciliteit in Heerenveen, waar ze trainen, zijn heel erg goed. En ook de manier hoe jeugd nu opgeleid wordt is heel erg goed. Dus het ziet er best wel goed uit voor de toekomst. Maar er zit wel één kanttekening aan. De pool is nog niet groot genoeg. Dus als nu een aantal toppers wegvallen, dat zien we nu bij Jorien Ter Mors, dan kunnen we dat nog niet zo opvangen. Dus we hebben wel echt tijd nodig om in de breedte sterker te worden. Maar goed, Nederland is nu echt een topland in het shorttrack. En ik verwacht echt dat we, als we deze lijn doortrekken en dit beleid blijven uitvoeren zoals we dat nu doen, dat we echt de komende jaren aan de top van het shorttrack zullen staan. Tot slot, hoe zien jouw dagen hier als toernooidirecteur uit? Hectisch. Veel handen schudden, interviews doen en openingen houden. En enorm veel genieten van de sport. Ik ben zo waanzinnig trots dat ik hier bij betrokken mag zijn. Dat we dit met elkaar mogen organiseren. Ik kom mijn dagen hier wel door. Ik zal wel gesloopt zijn, denk ik, maandag. Succes. Dankjewel.